Welkom bij de Mix van MTNL. Vandaag over zorg, in alle soorten en maten. Met een Chinees bejaardentehuis in Rotterdam. Een dag met Fikret, een vrijwilliger. Malika is een thuiszorgster in Utrecht. Maar we beginnen met allochtone mantelzorgsters in Utrecht. Zij leren vaker nee zeggen. We hebben het ook erover gehad om kritisch te kijken naar elkaar hoe je het doet in zo'n oefening. En ook kritisch, maar wel ook positieve feedback te geven. Nou, dat komt allemaal samen. Mantelzorgers zorgen langdurig en vaak onbetaald voor zieke familieleden of vrienden. Het is veel eisend werk en de verzorgers verliezen zichzelf er vaak in. Ik zorg voor mijn moeder. Mijn moeder heeft Alzheimer. Ik zorg voor mijn man. Die heeft een herseninfarct gehad. Tijdens de cursus Allochtone Mantelzorgers werken aan hun toekomst, oftewel AMWAT, leren ze hoe beter te begeleiden en hoe ze zich assertiever kunnen opstellen. Dring, dring. Hallo. Ja, goedemiddag, ik spreek met Noora. Ik zoek mevrouw die ik niet weet. Ja, sorry, maar wie is die vrouw dan? Er zijn zoveel vrouwen. Wat bedoel je nou? Ik zoek die vrouw waar ik kan hangen. Wat is dat voor iets? Moet alsjeblieft even naar mij luisteren. Even ruimte geven. Jij moet naar mij luisteren. Ja, nou, hou op nou. Waarom een speciale cursus voor allochtone mantelzorgers? Omdat wij merken dat allochtone mantelzorgers vaak in een isolement leven. Doordat ze heel erg druk bezig zijn met hun zorgtaken. En dat ze daardoor zichzelf verwaarlozen en ook hun sociale contacten verwaarlozen. Moet je het opgeven? Het gaat per situatie. Het gaat niet over karakter, hè? Ja, ik heb geleerd dat ik nee kan zeggen tegen wat iets niet wat ik niet wil. Het is niet makkelijk. Want je voelt je echt schuldig tegenover een ander. Ik denk dat we hier geleerd hebben om veel dingen met elkaar te delen. Ons verdriet, de zorgen waar we voor staan en oplossingen zoeken bij elkaar. Maar jij zei toch van dat je doel wil bereiken, toch? Je had je doel kunnen bereiken als je een beetje medeleven had met haar. Toen ze hier binnenkwamen de eerste keren, alleen maar klagen, alleen maar verdriet. Niet het gevoel hebben dat je over je eigen leven gaat. Mama, moet je kijken. Geen druppeltje. Saïda Bouzide is mantelzorgster en zorgt voor haar twee zonen, de tweeling Yassine en Amin. De jongens hebben last van zware astma en eczeem. Ze vereisen dag en nacht intensieve zorg. Die wordt 2 keer per dag gesmeerd op de eczeem. Dit is wat hij gebruikt voor zijn astma. Zij heeft 4 kinderen, waarvan de jongste 3 is en de oudste 16 of 17. En een tweeling van 10. En de tweeling heeft astma. Onze longen die zijn die hebben een ziekte. Dat we moeilijk kunnen ademen. En constitutioneel eczeem, zoals ze dat noemen, is een hele zware vorm van eczeem. Mijn broer Yassine, het eczeem is heel erg. Op je huid, dat je veel gaat krabben, dat je het benauwd veel krijgt, dat je een paar dingen niet tegen kan. Dat eczeem, dat brengt met zich mee dat ze meerdere malen per dag en soms ook 's nachts ingesmeerd moeten worden met allemaal zalven en crèmes. Maar hoe voelt dat als die crème er niet op zit? Strak. Strak. Heel strak. Hoe is het voor jou om voor hun te moeten zorgen? Ja, als moeder kan je niet anders. Die zijn jouw kinderen en je zorgt ervoor. Tijdens de cursus mantelzorg delen de vrouwen hun ervaringen en wisselen ze tips uit. Het is heel zwaar. Alleen ze zegt het niet. Ze blijft gewoon doorgaan. Echt, ik vond het zo knap toen ik haar zag. Maar ze moet gewoon dag en nacht smeren en ze heeft gewoon alle tijd voor die tweeling. De cursisten komen ook bij elkaar op bezoek. Cursist Carla is vandaag bij Saïda thuis en geeft haar wat tips. Soms vergeet ze dat er ook iemand is die Saïda is. En als jij heel goed voor jezelf zelf zorgt, dan kan jij ook beter voor je kinderen zorgen. Okay. Hoe moeilijk is het voor jou om voor jezelf te kiezen of voor jezelf te denken?
nou, je hebt gewoon geen tijd voor. Met je kinderen, je bent gewoon bezig met wat je kinderen hebben. Het is een soort eigenlijk... je bent zo druk bezig met de gezondheid van je kinderen dat je jezelf vergeet. Je kunt niet van je kind verwachten dat zij voor jou gaan zorgen. Ze zeggen natuurlijk heel vaak wel van dat je ouders altijd voor jou hebben gezorgd. Dus dat je dat weer terug moet doen naar je ouders toe. Maar ik vind het niet een heel logisch verloop. In ieder geval niet in deze westerse samenleving. En dus ik zou het ook absoluut niet van mijn eigen kind verwachten. Nee. Nee, dat eis ik niet aan hun. Dat moeten ze vanzelf doen. Zelf spreken toch? En als ze dat niet doen? Als ze dat niet doen, dan zijn ze slechte kinderen. Ik hoop dat mijn kinderen dan ook voor mij zorgen, zullen zorgen. Maar dat ligt me net aan hoe je je kinderen opvoedt. Of ze dat hebben meegekregen of niet. Nee, ja, ik zou dat wel willen, ja. Dat mijn kinderen later voor mij zouden zorgen. Dus dat hoop ik wel. Nee. Hoeft niet. Ik weet niet, als ik een goede band met hen heb, dan zou het heel fijn zijn als ze dat doen. Anders is het niet van belang. Ik hou al mijn opties open. Ik hoop het wel. Vooral ja, omdat je je kinderen gewoon beter kent. Hè? Dus ik hoop het wel. Ik verwacht ook helemaal niet dat ik bij mijn kinderen in huis zal wonen. Of iets, weet je. Ik heb er geen probleem mee om een bejaardenhuis met ja, leeftijdgenoten te zitten. Maar ik hoop wel dat ze af en toe langskomen bijvoorbeeld. Of bellen, weet ik veel. Af en toe contact zoeken. Maar dat kan je niet eisen. Van. Ik kan niet zeggen, jij komt langs. Dat hoop ik dat ze dat willen doen. Dat ze dat gewoon leuk vinden. Ja, ik vind het heel schande. Ja, dat wel. Dat moet gewoon voor je eigen ouders zorgen, man. Ook als je niet zoveel kan doen, moet je gewoon een deel, zeg maar. Ik hoop dat ze mijn kinderen later ook voor mij gaan zorgen. Zoals ik voor mijn ouders ga doen. Later. Migranten vergrijzen, maar maken nog veel te weinig gebruik van voorzieningen als de thuiszorg. Om die reden is het belangrijk dat er ook steeds meer allochtone thuiszorghulpen komen. Malika Labayet, moeder van vier kinderen, werkt al 9 jaar als thuiszorghulp bij de zorgaanbieder Aviant. Nadat haar vierde kind met school begon, zocht Malika een baan die ze met het moederschap kon combineren. Ik vind gewoon makkelijk werk. Is een beetje zwaar. Ja, dan moet je wel huishouden, stofzuigen, dweilen, ramen zemen, dat ook. Maar ik kan dat nog wel. Dus waar ik werk allemaal 9 jaar lang, ik kan met iedereen goed opschieten en die mensen met mij ook. Dus ik doe mijn werk, wat ik moet doen. En die mensen zijn tevreden over mij. Dus ze zeggen, Malika, niet op vakantie, hè? Blijf gewoon doorwerken. Er zijn verschillende soorten thuiszorg. Er zijn huishoudelijke hulpen, verzorgenden en verplegenden. Ik heb alleen maar Nederlandse mensen. Ik heb geen één Marokkaans nog tegengekomen. In ons cultuur, de kinderen die zorgen voor de ouders. En ze doen niet gauw dat ze de thuiszorg inschakelen, dat ze hulp aanvragen. Dat doen ze niet makkelijk. Dus dat doen de kinderen die zorgen voor de ouders. Want de sneeuw vanochtend, hè, Marika? Ik heb jaren geleden een auto-ongeluk gekregen. En daar heb ik een zwaar whiplash van opgelopen. Dus heel veel dingen kan ik dus niet meer. Malika heb ik 9 jaar. Daarvoor wisselend. Maar dat beviel niet zo en haar heb ik dus 9 jaar nu. Ze kwam zich eerst voorstellen. Ze kwam hier aan de deur met haar man. Toen had ik zoiets van, wat is dit? Ja, maar ja, je kan geen oordeel hebben natuurlijk over iemand die je niet kent. Nou, het is hartstikke goed gegaan. Ja, heel goed. Goede hulp. Eerste dag, zeg maar, als ik bijvoorbeeld maandag moet beginnen, dan kom ik zeg maar op een zaterdag of vrijdag of zondag even zeggen dat ik morgen kom bij jou werken. Dat ze weten wat voor mensen voor de deur staat. En heb je ook mensen die niet een mensen, moslim mensen, zeg maar, met een hoofddoekje. Heb je ook mensen die wil gewoon geen Marokkaans of geen Turkse komen werken in hun huis? Heb je dat ook? Maar ik heb het nooit meegemaakt. Nee.
De gezondheidstoestand van allochtonen is niet minder, maar anders dan die van autochtonen. Er zijn wel andere problemen. Mijn schoonzus was ook heel erg ziek. En heb ik een paar keer gevraagd aan haar, waarom ga je niet thuiszorg aanvragen? Want je bent ziek, je kan niet voor je eigen huishoudelijk zeg maar doen en dingen. Dus ze zegt, nee, ik vind het gewoon niet leuk. Ik doe het liever zelf. Ja, en het is best wel moeilijk. En als je geen Nederlandse taal kent en dan komt iemand die jouw huis schoonmaakt en zo. Je kan niet met die persoon Nederlands praten. Je zegt alleen maar ja en nee. En je verstaat ze niet. Dit is best moeilijk voor die mensen. Mijn ouders zijn hier gewoond al 30 jaar. Maar ze zijn teruggegaan en ze wonen in Marokko, ik woon hier. Ik zou wel graag, als mijn ouders niet kunnen, kan ik wel graag helpen. Maar ja, ik zit ver weg. Dus ik heb nog een zus, een jonge zus, die woont in Marokko. Ze is ook getrouwd, ze heeft twee kinderen. Ik denk dat zij gaat voor mijn ouders helpen. Ik heb ook vier kinderen, drie jongens en één dochter. En ik wil niet dat ik afhankelijk van mijn kinderen zijn. Als ik heel oud ben, tenminste hopen dat wij oud worden, dat mijn kinderen dat ze verplicht zijn om mij te helpen. Want hier heb je genoeg hulp eigenlijk. Dan kan je gewoon naar de thuiszorg inschakelen of naar verzorgings, weet ik veel allemaal. Maar ik zou wel willen bij Marokkaanse of bij islamitische verzorging, ja. Gewoon bij gewoon andere bejaardenhuizen, dan moet je zeggen, ja, ik mag dat niet eten. Bijvoorbeeld varkensvlees mag wij dan niet eten. En heel veel dingen mag je niet en zo. En dan gaan ze voor jou apart bestellen en zo. Dat vind ik ook een beetje vervelend voor die mensen en voor mij ook. En je wil niet door de mannen wassen, zeg maar, in bejaardenhuizen of in verzorgingshuis. Ik zou ook niet mannen wassen, zeg maar, bijvoorbeeld. En ja, dan, je bent islamitisch, je moet bidden. Je moet ruimte om te bidden. Dus ik zou wel liever bij je islamitische bejaardenhuis of verzorgingshuis. Heb je ook een geheim om oud te worden? Een geheim om oud te worden? Nee, ja, doen wat ik niet laten kan. Wat doe jij om lang gezond te blijven? Nou, ik ben een danser, dus ik hou van sporten. Ik eet gezond. Het enige wat ik doe is roken, maar daar stop ik ook mee. Dus. Doe jij om gezond te blijven? Sporten. Ja. Zijn er nog andere dingen? Gezond eten. Niet te veel vet. Verse groenten, soms een stukje vlees, soms een stukje vis. Wat doet u om oud te blijven? Om oud te blijven, ik doe veel seks. Daarom, ik ben 43 jaar en ze schatten me 30. Net als bij Wilhelminaplein heb je toch die lange trappen. Niet roltrap pakken, gewoon lopen. Ja, maar het is wel zo, want als je normaal altijd seks gedaan hebt, zeg maar 2-3 keer per week, dan blijf je goed. Hè? Je vetten gaat weg en je voelt je gezond, je voelt je jong. Hoeveel keer kan je opdrukken? Hoeveel keer? Ja, ik doe niet achter elkaar, maar ik doe 3 sets van 25, zo zeg maar. U doet aan yoga? Bijvoorbeeld. En dat helpt om oud te worden ook? Oud, nou, gezond oud te worden. Ja. Zorg dat je niet te veel nadenkt, dat helpt ook heel goed. Oh, dus ik mag zeg maar gewoon door rood rijden als hij op rood staat? Nee, dat bedoel ik niet. Niet te veel piekeren bedoel ik. Welk standje is gezond? Welke stand is gezond? Van achterzijde op zijn hondje. De vergrijzing in Nederland neemt toe en dus ook onder de allochtone bevolking. Deze groep doet steeds vaker een beroep op ouderenzorg nu de tweede en derde generatie niet als vanzelfsprekend de zorg van hun ouders op zich willen nemen. Om de stap naar de reguliere bejaardenzorg zo soepel mogelijk te laten verlopen, bieden meer zorginstellingen specifieke ouderenzorg gericht op de wensen van allochtone ouderen. Als je kijkt naar het wassen, dan zie je vaak dat autochtonen toch tevreden zijn als ze in bed worden gewassen of bij de wastafel zich mogen wassen. Terwijl de
allochtoon het liever onder de douche wil staan. En vooral niet in een bad wil gaan liggen. Omdat ze dan vanuit gaan, ja, dat is eigenlijk niet hygiënisch om in het bad te gaan liggen. Dus dat zijn hele kleine nuanceverschillen die toch voor de cliënt wel heel belangrijk zijn. Nou, iedere dagopvang heeft zijn eigen stempel. We zijn hier op de Turkse dagopvang. Die is volledig Turks ingericht. Met zijn kroonluchters, met zijn Bosporus. Dat is een hele grote schilderij. Wat speciaal gemaakt is om het de mensen zo goed mogelijk naar de zin te maken. Ze thuis te laten voelen. En er wordt hier ook nog gekookt voor de groep. Dat hoort in iedere groep. Dat die hun eigen maaltijden krijgen. Hun eigen sfeer, hun eigen thuis wordt dan hier nagemaakt. Als je nagaat dat in Rotterdam meer dan de helft van de ouderen zal bestaan uit allochtonen, ouderen, dan is die vraag er wel, ja. En zal alsmaar toenemen. Ik heb al gevraagd, kom in de keuken koken. Zonder dat kom ik niet hier. In Nederland moet je op één manier eten. 'S morgens eten, 's breakfast, 's avonds, dan ga je naar bed. Maar wij eten de hele dag. En dan worden we niet dik. We zouden ze binnen een gemengde groep kunnen zetten, maar je ziet toch dat ze opbloeien binnen hun eigen groepen. De gemeenschappelijke noemer is dan land van herkomst, de geschiedenis van waar je vandaan komt, het dorp waar je vandaan komt, de taal die je spreekt. Dus is het voor ouderen belangrijk dat ze zich binnen hun eigen cultuur kunnen uiten. In het Chinese verzorgingstehuis staat het dagelijks leven in het teken van de Chinese cultuur en gewoontes. In de grote zaal wordt één keer per maand, dus de verjaardag gevierd met alle ouderen die in de maand jarig zijn. Nou, dan komen ze hier allemaal bij elkaar. Nou, wordt dan gevierd en met de Chinees gebak, ook met Nederlandse taarten. En ze maken altijd hun foto's voor degene die jarig zijn op die maand. Nou, dan voelen ze wel leuk als een soort herinnering. En daarna gaan ze gezellig samen zingen, feest vieren, eten, nou, enzovoort enzovoort. Beneden is de activiteiten en daarna normaal komen ze weer naar boven en dan is het gewoon het huis. Nou, voor een westerse manier is het normaal gesproken, ze willen liever een open keuken. Nou, maar voor Chinezen, we willen heel graag koken en daarom is het een gesloten keuken. Dus ene kant mogen ze gewoon dicht met de deur, maar andere kant dan is het toch met een beetje glas, zodat ze ook, ja, degene die kookt en degene die in de woonkamer zit, nou, dan kunnen ze toch een beetje contact houden. Het is not done binnen de gemeenschap, omdat anderen zullen zeggen, je hebt 12 kinderen. Kan niet één die zorg op zich nemen? Dus daarom is het nog een taboe. En je schaamt je dat je zorg nodig hebt. En je weet dat je kinderen het niet kunnen bieden, omdat die het ook erg druk hebben. Als je je ouders naar een oudere huisvesting toebrengt, betekent niet dat je je ouders niet meer wil verzorgen, maar juist je wil extra zorg aan hun geven, omdat, ja, vanwege je eigen tijd, vanwege je eigen ruimte, kun je gewoon dat niet bieden. Maar in zo'n huis, nou, dan hebben ze eigenlijk alles. Dus het is voor de ouders nog beter. Wij komen er tegen dat de ouderen het zich niet kunnen veroorloven om naar de dagopvang te komen als ze het zelf moeten betalen. Omdat allochtone ouderen heel weinig pensioen hebben opgebouwd. En om dan twee keer per week naar een dagopvang te gaan en het zelf te moeten betalen, dat redden ze niet. Wie moet er voor u zorgen als u dat zelf niet meer kan? Mijn vrouw en kinderen. Heb je al iemand ingehuurd? Nee, nog niet. Dat is denk ik nog te vroeg voor om over na te denken. Wie zou u graag willen zien die voor u later gaat zorgen?
George Clooney misschien. Zegt u? Misschien George Clooney. George Clooney. Maar die is alweer een stuk ouder. Hè? Door wie zou u graag verzorgd willen worden als u ziek bent? Het liefste. Nou, het maakt mij helemaal niks uit. Nee, of het nou islamitisch is of Marokkaans is, maakt mij helemaal niks uit. Wie moet er voor u laten zorgen als u oud bent? Ja, dat is een probleem. Hey, wie niet voor mij mag zorgen? Mensen die de duivel aanbidden. Ja. Satanisten mogen niet verder zo. Satanisten, weg uit mijn buurt. Ik hoef ze niet in mijn buurt te hebben, man. No. Ja, ik kom net uit het ziekenhuis. Oh. Maar had u al een leuke verpleegster? Leuke verpleegster? Dat heb ik niet gezien. Wie mag er absoluut niet voor u zorgen als u oud wordt? Balkenende. Maar sommige mensen kunnen bijvoorbeeld hun billen niet afvegen als ze oud zijn. Moet iemand anders dat voor hun gaan doen? Ja. Als je billen niet kan afvegen, moet je naar een bejaardentehuis gaan, man. Ik wil daar niet in komen, in ieder geval. Je wil niet in een bejaardentehuis? Waarom niet? Is het toch gezellig, bingo en rummikippen? Nee. Fikret Yayan werkt als vrijwilliger met Turkse bejaarden. Nadat hij eerder niet aan de bak kwam, besloot hij om het over een andere boeg te gooien. Het vrijwilligerswerk geeft hem veel voldoening, maar uiteindelijk hoopt Fikret er een betaalde baan van te maken. Bu bizim Pamuk teyzemiz. Sencan teyzem. Ben insanlarla çalışmayı çok seviyorum. Yani bir fabrikada çalışmak, makinelerle çalışmak o kadar hoşuma gitmiyor. İnsanlarla çalışmak beni mutlu ediyor. Hele böyle o insanlar bana dua ettikleri zaman ben kendimi daha iyi hissediyorum. Doktor Hut 1993'te Hollanda'ya geldim. İki sene oturumdan dolayı işte bir fabrikada çalıştım. Fabrikadan çıktıktan sonra okula gittim. Okul bana önerdi, freiwillig olarak bir yerde çalışmayı önerdi. Ben işte bana 3-4 tane seçenek sundular. İşte çocuklarla ilgili, yaşlılarla ilgili. Ben de yaşlılarla ilgili olan kısmını seçtim. Ben aslında gemiciyim. Gemicilik üzerine burada işe başlamak istedim. İşçi bulma kurumuna gittim. Bana söyledi İngilizcem var mı diye. Ben dedim İngilizcem yok. Ondan sonra bana dedi ki Hollanda'da biliyor musun? Dedim fazla iyi değil. Ondan sonra baktı bana dedi sen git yat aşağı dedi. Sosyal dinç şöyle yani benim tecrübe kazanmamı istiyor. Çünkü işe girebilmem için çünkü vasıfsız olan insanlara iş vermedikleri için benim daha vasıflı olmamı istediler. Ben de bu yüzden yani bana şey gösteriyorlar. Yani bu freiwillig olarak çalışmamı zaten ilk başta onlar önerdiler. Sosyal önerdi. Çünkü tecrübe sahibi olduğum zaman daha kolay işe girebileceğimi biliyordum. Ben de biliyordum. Onlar da biliyordular. Bugün Pamuk teyzeye gideceğiz. İlk defa geliyoruz Pamuk teyzeye. Pamuk teyze çok pamuk ve ismi üzerinde beyaz saçlı böyle pamuk gibi bir teyze. Onu ziyarete geldik. Sencan teyze biz geldik. Teşekkürler. Teyzeye de bugün Trabzon usulü kıymalı pide yaptık. Öbürü de kurabiye. İnşallah beğenir teyzem. Teyzeciğim benim nasılsın? Şimdi aşağı teyzeciğim benim. Gel öpeyim seni. Eninde sonunda biz de yaşlanacağız. Annem babam yaşlanacak. Onlara kim bakacak? Benim bu işi öğrenip ilerisinde anneme babama da bakmam için yani onlara yardım etmem için bu işi seçtim. Bu teyzem buraya gelen teyzem yürüyor. Kendi işini kendi yapabiliyor ama bazı hastalar ağır hastalarımız oluyor. Onları banyoda ettirebiliyorum. Banyoda yıkamıyorum. Tırnaklarını kesiyorum. Önceden bana söylerdiler ya işte tırnaklarını işte kesemiyorlar mı işte falan şey iğrenmiyor musun falan. Ben diyorum ki alıştım diyorum. Çünkü yani ben insanın derisini nasıl tutuyorsan tırnağı da aynı benim için öyle oluyor. Ellerini yıkadıktan sonra hiçbir problem çıkmıyor. Hemen hemen 16 seneden beri Hollanda'dayım. Albede Koleji'ne gittim kurs almak için. NIFO 2 aldım. Ama Türklerle gönüllü olarak hep devamlı çalıştığım için, devamlı Türkçe konuştuğum için Hollandaca'yı o kadar ilerletemedim. Ben alıştım 18 senedir.
İşaret eden anlaşıyor. Tabii. Bir de kantorda dinlermiş. Şencan teyze bilmiyorum şey ama. Pırat'ı bilmiyorum ama dinlermiş. Anlaşıyor. Tabii. Kadın iyi anlatıyor. Şey, ona ne diyorlar bu Hollandalılar? Lihamlık şey, Pırat. Lihamlık. Lihamlık Pırat. Yani çoğu, mesela yaşlıların çoğu ilk gelen nesil Hollandacayı hiç bilmez. Alışverişimi, ufak tefek işlerimi hep kendim yapıyorum ama eve bir mektup geldiği zaman tereddüt ediyorum, acaba doğru mu yaptım, doğru mu okudum, yanlış mı okudum diye şüpheye düşüyorum. Onun için mecburen iyi bilen, dil bilen insanlara götürüp okutuyorum. Teyzeciğim, şu karşıdaki resimler kim? Bakalım mı onlara? Bakarım. Ha, gel. Bu sağ taraftaki resim kim bak? Şu uzun saçlı. Benim büyük oğlum. Bu taraftaki? O taraftaki kızımın kocası. Bunun manevi boyutu çok önemli. Çünkü bu dünyada her şeyin olabilir, paran olabilir, araban olabilir, evin olabilir ama yaşlı insanlardan aldığın dua olamaz. Onlardan aldığı, onların verdiği dualar sayesinde ben belki de ev de almış oluyorum, araba da almış oluyorum. Teyzem benim için, mesela bu teyzeme geliyorum, bak teyzem çıkarken benden bir Allah razı olsun demesi beni daha çok motive ediyor bu işe. Teyzeciğim, Allah'a ısmarladık. Elini öpeyim. Ne, bu ne zahmet ettin teyzeciğim? Estağfurullah. Bunu da bir çocuklarına benim uçurum. Çok zahmet ettim. Hadi teyzeciğim benim. Hanıma da selam söyle. Çok İnşallah sağ ol. Bir görüşürüz. İnşallah, inşallah. Olur, Allah'a ısmarladık. Güle güle. Tot zover de mix van MTNL. Meer informatie vindt u op www.mtnl.nl. En graag tot volgende week.